good, Kelfam. My name is Pika Pika Slam Shay Calvin Kelfam. Santa. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin. Deze hele maand is het Kelsember. Wat betekent dat ik elke dag een video upload als jullie het aantal likes halen wat ik jullie opdraag. En vandaag is dat weer 500 meer dan gisteren. Namelijk 6500. Wait, yo, what is up with that likes, man? Oké, we gaan vandaag iets leuks doen. Vandaag is het leuk, want het is december en dat betekent dat we allemaal cadeautjes krijgen en soms ook cadeautjes moeten kopen. Want ja, zo werkt het een beetje. Ik heb sinds kort natuurlijk de liefste vriend die ik me ooit kon wensen, namelijk Otje. Ik zal er even bij pakken. Otje, kom hier! Otje! Otje, wat doe jij daar? Wat doe jij daar? Ga je op reis? Ga je op reis? Otje, als je zo graag op reis wil, dan is het prima. Dat is oké. Even dicht. Yep, ja. Kom. Otje, we gaan op reis. Kom, we gaan op reis. Stop. Oké, Otje en ik, we gaan op reis. Kom, Otje. Fly away! Oh my god. Oh my. Otje. 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 Nou weer, Otje. Oh, our young ass Hans Klok in this building. Oh, hey. Otje, de mensen dachten dat ik jou zomaar had weggegooid. Maar nee hoor, dat is niet zo. Dit is mijn grote liefde. Ze vinden het alleen niet zo leuk om op camera te zijn. Op een of andere manier heeft ze daar nooit zin in. Otje vindt spelen heel erg leuk. En ze doet dat altijd met random ass dingen. Dingen waarvan je denkt, ja hallo, je zou niet met een plant moeten spelen. Jij hebt speeltjes nodig. En ik dacht, weet je, het is december en we hebben die YouTube money. Dus we kunnen gewoon leuke dingen gaan doen. En ik dacht, laat ik Otje gewoon even verwennen. Ik bedoel, Otje genereert allemaal likes en shit en views op video's. Ik kan niet haten. Letterlijk de video waarin ik Otje kreeg heeft gewoon 250.000 views. Ik snap niet waarom. Mensen vinden het leuk. Alright, it's good. Daarom leek het me leuk om voor Kelsember ervoor te zorgen dat zij ook eens wat leuke cadeautjes krijgt. Mocht je nou nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, abonneer dan even op mijn kanaal. Volg me op Instagram. Join de Kelfam. En als je dat doet, maak je kans op een meet and greet bij je thuis. Ik ga gewoon naar je huis toe. En dan zeg ik, hey, ding dong, ik ben hier. Paprikaatje, petje, hey, mazzel. Dat doe ik ook nog eens. Dus ik koop cadeaus voor mijn kat. Ik maak elke dag een video. En ik bezoek jullie ook nog gewoon bij je eigen huis. Ik ben zo trots op mezelf soms. Hey, yo. Oké, het is tijd. Als het goed is, komen vandaag de kattenspeeltjes. Ik zal je niet vertellen hoeveel geld ik ongeveer uit heb gegeven aan die kattenspeeltjes, want het is echt verschrikkelijk. Maar ik kwam allemaal dingen tegen online en zo. Die waren allemaal gewoon 20 euro, 40 euro voor een kattenspeeltje. Ik dacht, wow, yo, dit moet ik hebben. Op een gegeven moment, ik maar gewoon bij toevoegen. Op een gegeven moment werd die winkelwagen wel heel vol, werd het wel heel duur. Maar ik dacht, weet je wat, je leeft maar één keer, je hebt maar één keer een kat. Dus laten we het gewoon doen. Oké, je hebt niet één keer een kat. Je moet je kat gewoon gunnen. Je moet je kat gewoon leuke dingen kunnen geven, want die kat leeft maar één keer. En Otje moet altijd voor de kat. My god! Oh! Oh, zo. Dankjewel. Fijne dag. Wat is het? Wat is al dit? Otje! Oké, we zijn Otje voor de 1000ste keer kwijt. Otje, Otje, where you at? Dus ik zit ze naar buiten gerend eigenlijk. Nee, ze ligt hier onder de bank. Oh, kom maar. Waarom zit ze onder de bank? Hey. Hey, kijk, het is feest. Het zijn allemaal cadeautjes voor jou. Kijk, het is allemaal voor jou. Allemaal feest. Wat is je eerste reactie? Het is gewoon sprakeloos. Oké, we hebben allemaal dingen besteld voor Otje. En we gaan gewoon eigenlijk de leukste dingen gaan we uitproberen. Anders wordt deze video ongeveer 500.000 minuten. Dus dat is niet de bedoeling. Dus Otje krijgt alleen de beste of de beste als eerste. Oh, ze is nu al allemaal hype. Kom. Oh, later. Mazzel. Oké, laat het openmaken. Oh boy. Oké, ik zou eerlijk moeten toegeven. Nina heeft vooral heel veel van de dingen besteld. Eigenlijk zeg maar alles. Wat is dit? Oké, het eerste product. Kerstpakket voor een kat. En dit is een soort, yo. Dit is een soort van buis met een bal erin. Kijk, Otje, wat is dit? Hey, wij doen onze stinkende best om allemaal leuke dingen te kopen. En het enige wat jij mee speelt is een brokje. Dus speel gewoon. Dat hoeft het helemaal niet. Oké, we brengen dit gewoon weer terug. Oké, moet ik gewoon maar. Ik wil weten wat erin zit. Weet jij wat erin zit? Nee. Oh. Een kerstpakket voor een kat. Dit zit in het kerstpakket. Merry Christmas. Het is een kussen. Een kussen voor je kat. Een schaapje voor je kat. Een schaapje voor je kat. Een balletje. Een balletje. En een, oh! Ja, kijk, we hebben de aandacht. Kom maar. Wat is dat nou? Oh, wow! Zoe. Oké, ik heb een spel bedacht. Namelijk, we hebben alle vier speeltjes uit het kerstpakket hier neergelegd. Wat denk jij dat ze als eerste kiest? Ik denk dat ze gewoon niet kiest. Nee? Nee. Jawel. Ze kiest sowieso deze muis. Oké, Otje, let's go. Nee. Ja, ze ruikt dit. Dat ze ruikt gewoon voer. Otje, kom. Wat is dit? Kijk, het zijn allemaal dingen. Ja. Oh, ze kiest gewoon. Ze kiest het schaap! Ze kiest het schaap! Ja, schaap is wel. Oh, dat vindt ze wel leuk. Oh, dat badje is ook leuk. Oh, badje is ook leuk. Allemaal nieuwe dingen en zo. Ja, deze komt erachter dat het geluid maakt. Maakt geluid. Is leuk. Oh, oh. Oké, kerstpakket. Nog niet klaar. Oh, het is nog niet klaar. Wat zit erin? Er zijn nog snoepjes in. Snoep. Tot zover het kerstpakket. Vind ik een hartstikke leuk iets. Ik ben helemaal. Otje vindt het ook hartstikke leuk. Vind je. Otje? Oké, ze vinden het hartstikke leuk. Oké, mensen, de ultieme test. Vindt Otje het snoepje lekker, man? Hey, je weet niks. En nu te kijken naar Otje, ze kijken naar het snoepje. Mensen, dat is het meest spannende moment in mijn leven. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet niet hoe dit kan.
Eet het. Een succes. Tot zover het kerstpakket. Het valt heel eerlijk gezegd een klein beetje tegen. Ik had verwacht dat er een soort van allemaal vuurwerk en zo. Allemaal epische dingen. Eigenlijk zijn het gewoon dingen die je ook gewoon bij de Pet Space kon halen voor 2 euro. En dan eigenlijk goedkoper uit was. Maar nu is het kerstpakket. Dus nu is het ongeveer 8 keer zo duur. Maar goed. Otje is wel een soort van blij met één ding. Met een muis. Hetgeen waar een kat blij mee zou moeten zijn, is Otje blij mee. Oké, dit is een soort van knikkerbaan, maar dan voor katten, let's go. Besef, toen ik klein was had ik niet eens zo'n soort speelgoed. Deze kat is een paar weken bij ons, is gewoon een dier en die krijgt gewoon nog dikker speelgoed dan ik vroeger. Mam, pap, als jullie kijken, ik vond wel mijn speelgoed altijd heel erg leuk, maar ik zeg het eigenlijk alleen maar voor komisch effect, want dan is het grappig. Dankjewel voor al het speelgoed. Kijk, Nina is iemand aan de handleiding. Kom, we gaan het gewoon doen, we gaan het gewoon uit zijn hoofd doen. Nee. Dit kan uit zijn hoofd, het is super easy. Zo, het zit. Kom op, dit gaat goed komen. Je ziet toch ook dat het niet zo hoort. Oeh. Kijk dan hoe dit allemaal zit bij jou. Je weet sowieso dat je goed speeltje hebt gekocht als de doos al een succes is. Vind je leuk hè, de doos? Mensen, het moment van de waarheid. We hebben dit in elkaar gezet. Het is een soort vraagteken. Het is hartstikke mooi. Het is super blij mee. Ja, heel goed gedaan. Moment van de waarheid. Oh. Oh my god. Yes, yes. Ze vindt het gewoon echt leuk. Kom op. Kom on. Kom on. Lekker. Lekker. En weer terug. En weer terug. En weer terug. Lekker. En weer terug. En de andere kant op. En de andere kant. Lekker bezig. Ja, lekker bezig, gastje. Nice. 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 Het was nog de vraag of dit wel zou werken, want het is best wel moeilijk, maar gelukkig is. De trotse vader. Lekker, Otje. Nice. Nice. Als je deze video nog niet geliked hebt, doe dat dan sowieso. We moeten 6500 likes halen binnen 24 uur. En als dat lukt, dan komt er morgen gewoon weer een nieuwe video. Dus doe dat sowieso, man. Let's go. Oké, we gaan over naar de laser. Het laser game spelen met een Oh, nee. Fucking batterijen. Dit is wel een gevaarlijk speeltje, want hier staat ook dat je er wel bij moet zijn als je hier ermee speelt. Want ze mogen niet recht in de laser kijken ofzo. Hoe kan je die kat duidelijk maken dat hij niet recht in de laser mag kijken? I don't know. Oké, we hebben batterijen gevonden. We hebben batterijen erin gedaan. Alleen we wouden eigenlijk testen. Maar Otje was even aan het kakken en is nu aan het spelen met een fluitje. Hey, let's go, kom. Wow. Ik vind het ding interessant dan het lampje. Toen moet je dat ding even op de tafel zetten ofzo. Ja. Oeh. Oh. Oké, het spotten van de laser is nog een beetje moeilijk, merk ik. Nou, het komt ook omdat het kleed wit is. Kijk, we gaan doen even dit zo. Doen even wat gordijnen dicht. Oh. Oh. Je krijgt er wel moe zo, dat is wel chill. Oh. Oh. Oh, dat is wel handig. Je kan gewoon die spiegel kantelen met dit ding. Kijk, check dit. Dit werkt best wel goed. Ik vind eigenlijk die soort van halve dildo interessanter dan die laser. Dit is niet zo'n succes. Oké, het is tijd voor het hoogtepunt van vandaag. De automatische massagekatmachine. Als ik het goed begrijp, is dit een machine. Watje, waarom ga je in elke doos die je kan vinden? Ik vind het wel interessant. Vind je het interessant? Ja, hè? Dat is een teken. Het is een teken. Ze wil dat we het openmaken. Dit is een soort van automatische massageachtig ding voor je kat. Dus dan kan ze helemaal chillen. Dus let's go. Ben je blij tot nu toe? Wij zijn wel goede ouders, hè? We kopen allemaal leuke dingen en zo voor jou. Je vindt de helft niet eens leuk, maar alsnog zijn we wel lief, toch? Zit die doos weer reet? Interessant. Oh. Oké, spaceship nummer 1 is aanwezig. Dit wordt je nieuwe huis, Otje. Je gaat hierop wonen. Ik voel het. Kijk, ik wil er meteen op. Wat is dit? Is dit zo? Ja. En dit is dit. Ik zeg je eerlijk, kattenspeeltjes zijn fucking moeilijk tegenwoordig. Otje snapt er ook helemaal niks meer van. Die snapt het gewoon niet. Ik snap het ook niet. Het is gewoon al deze dozen. Er zijn allemaal dingen op aan. Ja, no. Gaat hij ook nog wat doen? Ik dacht misschien zitten er batterijen in. Ja, is het een automatisch ding? Want nee. Ik dacht dat het een automatisch dat ding was. Ik ook, maar wat is dit dan? Make your own treat maze. Maar hoe dan? Snap het niet. Kijk, ik zou lekker voelen zo. Vind je dit fijn? Ik vind het in ieder geval een beetje interessant, man. En ze gaat er weer vandoor. Hey, al die speeltjes en zo zijn leuk, maar eigenlijk mensen blijven toch het leukst gewoon. Kijk dan, ze wordt helemaal lijp op. Oké, we hebben het een beetje soort van in elkaar. We hebben het soort van in elkaar gezet. Hier moet nog kattenkruid in. Dat gaan we er ook even in doen. Je denkt dat het daarin moet? Ja, dat staat hier. Hier staat op de doos. Kijk. Oh, oké. Hier staat, doe dit erin, til het op, doe kattenkruid erin. Ja, we hebben net kattenkruid hierin gedaan, dat is blijkbaar een soort van hash, maar dan voor katten. Kom op, wat vind je hiervan? Hoe gaat dit? Ze gaat wel erbij liggen. Ja, dit vindt ze wel. Oh, valt een beetje om. Ja, ik heb het niet echt gekocht. Nou, ja. Ze is wel een soort, Ze is aan het chillen. Ze is gewoon hard aan het chillen. Maar het is dus de bedoeling, denk ik, dat ze hier is. Kom op, Otje, dit is voor jou, dit is jouw ding. Dit hebben we helemaal voor jou gekocht, dat was koud en duur, fucking veel geld aan besteden. Wil je gewoon liever met een schoen spelen. Nee, dit is wel echt een zwaar pil gewoon. Ik was echt een soort van overtuigd van het feit dat dit een automatisch elektrische massage ding was, maar eigenlijk is het gewoon een soort van bord met een dekentje erop en een gare haartjes voor de adem. Ik weet er gewoon niks. Wat eigenlijk de conclusie is van vandaag is dat dit ding is echt fucking episch. Dit is het allerbeste, mooiste cadeau wat je je kat kan geven, dus hey, Otje, wees me dankbaar. Bent je ons een beetje
dankbaar. Ben je ons wel een klein beetje dankbaar? En deze heb je natuurlijk de hele dag gemist. Deze zal ik je even geven. Eigenlijk kom je gewoon erbij dat dit is gewoon een soort van het beste wat je kan doen. Toch kijken dan. Als je je kat een beetje wil verwennen tijdens kerst, dan kun je dat op allerlei verschillende manieren doen. Koop gewoon geen rare mat waarop ze een soort van moeten masseren. Maar koop wel een vraagteken met een balletje erin. En koop een muis. Hey, dankjewel voor het kijken, Kelfam. I love you. Like deze video, want er komt er morgen weer een nieuwe video. En abonneer op mijn kanaal om de kans te maken op een gratis meet and greet bij jou thuis. Let's get in, man. See you morgen.